Er komt een museum in het dorp Drietabbetje in het district Marowijnen dat de naam Di Tabiki Museum zal dragen. Antropoloog Thomas Polimé kreeg in 2015 het verzoek van Gama Bono Velanti om het materieel en immaterieel erfgoed van de Njuka te helpen beschermen en te behouden. Vandaag staan er drie traditionele woningen met voornamelijk gebruiksvoorwerpen die bij de Okaners werden gebruikt. In het derde huis staan er muziekinstrumenten van de Marons. Na de eerste concrete stappen vanaf 2017 is Polimé er blij mee dat de woningen nu zijn ingericht en ze kunnen beginnen aan de volgende fase van het museum. Wat nog moet komen, is capaciteit opbouw, training geven. En jonge mensen die voor de begeleiding, dus zeg maar, continuïteit. Dat is ontzettend belangrijk. De teksten moeten nog komen, maar die teksten zijn zo goed als klaar. En de eerste twee museumgebouwen zijn voornamelijk ingericht op basis van hoe de Marons vroeger leefden. Mm-hmm. En hoe ze nu nog steeds leven. Mm-hmm. Dus daarin zie je bijvoorbeeld traditionele visfuiken. Die ze vandaag de dag nog steeds gebruiken om vis te vangen. Niet zoveel meer als vroeger, maar nog steeds wel. Traditioneel servies wat werd gebruikt. De kisten waarin de pangies altijd werden gestopt, bewaard eigenlijk. Waar die er nu ook nog steeds in zitten. Dat is ook wel mooi om te zien. Kunstenaar Marcel Pinas is door Polimé gevraagd mee te helpen aan het vormgeven van het museum. Pinas is enorm blij met het initiatief, omdat op deze manier het erfgoed van de Okanisi wordt behouden en bewaard. En altijd ook verwijzen naar, dus wanneer mensen komen naar Mungo, moeten ze weten van dit is een kamer ingericht met objecten uit die Tabiki. En het eigenlijk is verwijst ook naar die Tabiki, dus wil je meer beleven. Dan moet je naar die Tabiki gaan om dat te zien. En in principe, we onderschatten het, maar we zijn zo rijk in Suriname. Als je kijkt naar cultureel erfgoed van de inheemse, van de Marons, van de Javanen, van de Hindustanen, weet je, van de mensen in de stad. Weet je, we beseffen niet hoe rijk we zijn. Dat we in principe, als we alles goed conserveren, goed presenteren, dat het stimulerend kan zijn voor de toerisme sector en waarbij de lokale mensen profijt daaruit kunnen halen. Het ligt in de bedoeling om het Di Tabiki Museum in de eerste helft van 2024 open te stellen voor het publiek. Het volledige gesprek over het jongste museum van Suriname ziet u morgenavond in ons programma In Gesprek Met.